Weet u al wat u gaat stemmen de komende gemeenteraadsverkiezingen? Want woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat zeg ik, 16 maart. En daarom heeft Plein West het idee geopperd om alle politieke partijen in West uit te nodigen. Veronique Zeeman, Marieke Rondrie, Wouter Bond, Sjoerd Vrijburg, Diana van Weert, Rob Vader en Steven van der Heijden, Jo van der Boogaard en hen 6 vragen voor te leggen. Plein West helpt u het makkelijk maken bij deze keuze. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Jazeker. Ja, dat doen we wel. De 8 partijen mogen op deze vragen reageren. Ik denk dat die mogelijkheden er wel zijn, alleen ik denk dat je daarin maatwerk moet leveren. En op eigen inzicht beantwoorden. Ja. ChristenUnie is bereid om daarin zeker mee te denken wat wel de mogelijkheden zijn. Geen debat. Nou, bij ons doen we het nog best wel goed. Geen weerwoord. Je kan een aanvraag doen voor iets. En allemaal dezelfde vragen. We kwamen elkaar niet op de markt tegen. Nee. Waar staan de partijen voor? Nou, en die hebben het plan geopperd om om samen te gaan. En wat zijn de idealen van de partijen? Mijn angst is, en angst is een slechte raadgever, is... Ja. Het kost veel geld, laat maar. Wat komt er binnen? Maar ook, wat gaat eruit? Maar we moeten wel kijken en zorgen dat iedereen mee kan daarin en het betaalbaar blijft. Volgen dus. Ik ga daar niks over zeggen, want dan krijg ik iedere keer ruzie. Gebeurt ook bij Best Fruit, gebeurt ook bij Wilhelmine Voice. De gemeenteraadsverkiezingen op Plein Best. Over 1 onderwerp zijn alle partijen het unaniem over eens. Maar ik zou echt iedereen willen oproepen om vooral te gaan stemmen. Ga stemmen op 16 maart. En bekijk nu al alle partijinterviews op pleinbest.nl. Ik dank je heel hartelijk. Jullie ook bedankt.